studenten, docenten, opleidingsmanagers en decanen van de Stichting Polytechnic College Suriname PTC hebben zaterdag een gastcollege gehad van de werkgroep Suriname National Training Authority SNTA. Het gastcollege ging over standaardiseren van het beroepsonderwijs. De werkgroep bestaat uit mensen van de vakbeweging, de overheid en het bedrijfsleven. Roy Adema van de werkgroep SNTA ging in op de voordelen van outcome-based beroepsonderwijs, hetgeen inhoudt het voldoen aan de vraag van het bedrijfsleven en de overheid. De opleidingsinstituten blijven bestaan. Alleen zullen ze dus op een andere wijze moeten opereren en op een andere wijze moeten worden aangestuurd. Ze blijven hun directies behouden, ze blijven hun leerkrachten behouden, maar de mensen zullen op een andere wijze tegen het beroepsonderwijs moeten aankijken. Wanneer we ons als privaat trainingsinstituut opnemen als lid van de SNTA, dat kan wanneer de wet SNTA die nu in concept is en door de minister van onderwijs.